Een opvallende stunt vanochtend in het centrum van Utrecht. Een groep Utrechters probeerde daar het wereldrecord grootste scheetkussen te verbreken. Heel overtuigend klonk het bij de eerste poging nog niet. Bedenker van het record is schrijver Lucas Keining. Zijn nieuwste kinderboek gaat over vieze geluiden. En met deze stunt wil hij aandacht vragen voor het boek. Meneer Slons laat altijd hele harde en vieze scheten. Dus dat was ook het idee om met dit kussen gewoon een hele harde scheet te laten. En we gaan het later deze dag nog eens proberen. Gewoon met meer mensen ook. Waarschijnlijk wat harder springen. Misschien met een aanloop. Om de scheet zo hard mogelijk te laten. Van Zijl liet hij een scheetkussen van bijna 7,5 meter maken. En dat is meer dan het vorige record. De kinderen die meededen konden de lol er in ieder geval van inzien. Ik dacht wel dat het een scheet was, maar ik hoorde hem niet goed. Het was heel leuk bedacht. En ik zou wel vaker dit soort dingen willen doen. De recordpoging krijgt een plekje in het officiële Guinness Book of World Records.